tweede rit wordt interessant. Met name vanwege de aanwezigheid daarin van onze landgenoot Thomas Bos. En bovendien, ook zijn tegenstander is de moeite van het bekijken waard. Atne Sundral, de Noor, de 19-jarige Noor, die prachtig tweede was op de 500 meter. En Thomas Bos die daarop niet verder kwam dan een 11e plaats. En de consequentie is dat Bos 13 seconden sneller zou moeten zijn dan zijn tegenstander in deze rit. Om de Noor in het klassement na twee afstanden te passeren. Nou weten we dat Thomas Bos een uitstekende 5000 meter rijder is. Maar we weten ook dat Sundral zich toch niet zo gemakkelijk op 13 seconden zal laten rijden door onze landgenoot. Kortom, dat is de inzet van deze rit. Bos die bovendien 2 seconden ruim sneller zal moeten zijn dan Siegel om de Italiaan te pakken. 20-4 om 20-3 de 200 meter tijd. Thomas is eigenlijk, als u het mij vraagt, de mooiste steer van het Nederlandse kwartet deelnemers hier. Hij is een prachtige flyer op zo'n langere afstand. Ziet er prachtig uit. 53-6, zijn tijd na 600 meter. Waarmee hij dan 16e van een seconde sneller is dan Siegel. Nou, we dat eerst maar eens aanhouden als vergelijk. Hij moet 2,5 seconden sneller zijn dan de Italiaan om hem in het klassement te pakken. En dat moet ook kunnen. Ging 33-3. En deze gaat in 33-7. Dat betekent dat hij zijn voorsprong ten opzichte van Siegel in ieder geval uitbreidt. U ziet het ook aangegeven. 1 en 32 honderdste van een seconde. Thomas maakt ontzettende lange slagen. Sundral wat korter. Opvallend bij Sundral bij de techniek is dat hij datzelfde hupje heeft wat Bart Veldkamp ook heeft als hij goed rijdt. Het is een manier om te ontspannen tijdens je slag. 1400 meter, 201 rond. Voor onze landgenoot die nog uitstekend doorgaat. En nu een rondetijd van 33-7 opnieuw laat aantekenen. Ook hij heeft dus regelmatig te pakken. Alleen hij doet het per ronde een seconde sneller dan Roberto Siegel in de vorige rit. Maar u ziet ook dat Sundral goed mee blijft gaan met Bos. En dat die in het klassement voorlopig door onze landgenoot niet te pakken is. 2:34.8. Rondetijd onveranderlijk 33-7. De derde achtereenvolgende ronde in 33-7. En Sundral een rondje van 33-6. Bos heeft inmiddels de voorsprong die hij moet goed maken op Siegel inderdaad al goed gemaakt. ...3.08.3, dat is de tijd naar 2200 meter. Rondetijd 33.5. Weer komt Sundral via die binnenbocht toch weer in het spoor van Bos terecht. Hij raakt die Noor niet kwijt. 3:42.1 inmiddels. 2600 meter hebben we gehad. En de rondetijd van Bos 33.8. Hij is 4,5 seconden sneller dan Siegel. Je kan nu mooi zien dat Thomas richting de tweede helft van de 5 kilometer bezig is en dat de slag korter wordt en nu is het weer vechten naar dat eind toe. Dankzij die binnenbocht groeit zijn voorsprong op de Noor. 4:15.9. En dat moet dan ook
vertaald worden in de rondetijden. Dat klopt inderdaad. 33-8 voor Bos en 34-4 voor Sundraal. Bos, dat is bekend van hem. Hij deed het weer. Even omkijken van waar blijft die tegenstander. Heb ik hem gelost of nog niet? Nou, nog niet definitief. 49-8 bracht Bos bij de 3400 meter. Nou, Ronde nog altijd in de 33-9. Het verschil tussen Bos en Sundraal is dat Sundraal juist een meer sprinterstype is die lange afstanden onder de knie moet zien te krijgen. En Thomas Bos van nature een steer is die 500 meter daar zich op moet concentreren om hem goed te blijven rijden. Maar die 13 seconden die Bos moet goed maken op Sundraal, die zitten er nog niet in, hoewel het verschil nu toch wel aardig groeit. 5-23-8. En als we de rondetijden vergelijken, zien we weer een 33-9 voor Bos en een 34-3 voor Sundraal. Ruim 7 seconden inmiddels onder de tijd van Siegel. Met andere woorden, Bos gaat hier het nieuwe baanrecord vestigen voorlopig. Die gaat die 7-12-28 van Gustafsson uit de boeken halen. Twee ronden voor het einde. 5-58-4. En voor het eerst zit ook Bos nu boven de 34. 34-6 was de rondetijd. Gaat wat minder gemakkelijk met Bos, dat is duidelijk zichtbaar. Maar hij gaat dan ook de laatste ronde in. 6-33-2. Rondetijd 34-8 nu. 35-4 voor Sundraal. Juist aan die oplopende rondetijden kan je zien dat we toch hier gewoon met een buitenbaan te maken hebben. Je hebt toch meer weerstand en dat kom je tegen op het eind van zo'n 5 kilometer. En Thomas heeft het moeilijk. Hij vecht. Alles heeft hij gegeven, dat is duidelijk. Hij komt kapot over de streep, maar de tijd staat. Het nieuwe baanrecord is voorlopig 7-08-23. Daarmee is Bos in ieder geval Siegel in het klassement gepasseerd. Maar de 7-13-22 die daar voor Sundraal werd genoteerd, is natuurlijk genoeg voor de Noor om Bos in het klassement na twee afstanden voor te blijven. Sundraal en Bos. Sundraal dus voorlopig leider in het klassement na twee afstanden. Punten. En hij is goed kapot. Deze Sundraal. 9e jaar, jonge vent nog. Ja, dat is niet te beschrijven, de pijn die je dan hebt op zo'n bankje. Verzuurde benen, die doen echt zeer. Een soort krampgevoel. Thomas Bos heeft dat bankje toch even niet nodig nog.